Hoe is het gesteld met de visstand in het Prinsenbos? Om daarachter te komen zou ze het beste allemaal kunnen vangen. En dat gebeurde dan ook. Kinderen van basisscholen zijn uitgenodigd om te komen kijken. Na de vangst worden de vissen naar de overkant gebracht en worden ze gemeten. Ik zie mezelf nog helemaal dat gespeeld. Ook wordt er gekeken of ze gezond zijn. Na het meten worden de vissen weer teruggezet. De eerste indruk is dat er wel behoorlijk wat grote vis zit. En dat er eigenlijk bijna geen vissen tussen de 10 en de 40 centimeter zitten. En dat komt eigenlijk een beetje door de aalscholven die we hier zien. De vis heeft bijna geen schuilplek hier. Dus de jonge vis. En de aalscholven jaagt op het open water. En ja, in de paaitijd, en zeker in de winterperiode, vreten die beesten ongeveer 400 tot 700 gram vis per dag. En dan gaat het heel erg hard. Dus vandaar dat we die vissen vrijwel niet tegenkomen hier op het water. De aalscholver is een beschermde vogel. Je mag hem niet verjagen, maar je mag wel maatregelen nemen tegen het prederen van de vis. En wat we kunnen doen is bijvoorbeeld structuur onder water aanbrengen. Dus bijvoorbeeld takken in het water of zorgen dat er rietkragen zijn waar de vissen wel in kunnen schuilen. Het laatste onderzoek dateert van 25 jaar geleden. Dus het was ook wel weer eens een keer hoog nodig om eens goed te kijken van hoe staat het er nou mee op dit moment. Hoe is nou die onderwaterwereld, hoe is die opgebouwd bijvoorbeeld. En dat zijn we vandaag aan het doen en het is echt super gaaf. De kleine vissen worden met behulp van elektriciteit gevangen. De vissen raken heel even verdoofd en kunnen dan makkelijk uit het water worden gehaald. En hoe voorkom je nou dat je niet steeds dezelfde vis vangt? Ja, je ziet misschien op beeld daar net een ballenlijn liggen met een net eronder. Dus aan deze kant van het net, daar worden de gevangen vissen even tijdelijk opgeslagen. En als we straks klaar zijn met onderzoek, halen we het net weg en kunnen de vissen weer terug de grote plas op. Van alle meetgegevens wordt een rapport opgesteld. Nou, en dat rapport dat kan ons vertellen van wat zou je kunnen doen om de opbouw van de visstand anders te laten worden. Bijvoorbeeld wil je structuur onder water aanbrengen, zodat jonge vissen de gelegenheid hebben om op te groeien. Of zitten bepaalde vissoorten die niet voldoende aanwezig zijn, dat je die stimuleert op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld door vis uitzetten. Dat soort dingen kunnen dat rapport ons vertellen. Groot, hè? Ja. En dan kan ik het niet zien. 7 kilo. Dit mama. Hoppadee. Nergens last van.